Nou, beste kikkertjes, wie bent hier dan? In het verre Attum, wie hem de hele reis overleefd, onder die zon, windkracht neon, alles trotseren we om hier bij de kladdergatters te wezen. Ze hebben een mooie receptie. En ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Een gigantische feesthal hebben ze erachteraan. Maar ja, je ziet het. Ik ben in eerste instantie ben ik alleen. Daar heb je weer natuurlijk het volgende op bevonden. Ik heb er hier bij Batsen, die kan de omstandigheden hem er niet bij wezen. Maar kom er eens bij, mijn jongen. Maar zijn kijken wat we hier hebben. Onze nieuwe geluidsman. En wat dacht je? Zal er wat van kunnen? Ik hoop het. Ja, wat hoop je? Nou, ik dacht er wat van kan, maar ik dacht het wel. Ja? Ja? Dus je denkt dat je wel een verrekening bent voor het team? Ja, dat dacht ik wel. Ja goed, je hebt ook de bepalingen gelezen voor 2300 uur geen alcohol. Ja, maar ik kan geen klokje. Nee, maar daar ben weer bij, hè? Oh ja. Oh. Wendy is de B, ik ben de B. En, ja, dat kunnen we wel goed. Ja, maar ga dat wel eens zeggen, ik pas er niet zo op. Nee, dat hoeft ook niet, doe ik wel. Maar dat doet hij hier. Ja, dat doe ik wel. Oh, ja, dus Eddie, wees gezeerd met ons. Toch fijn dat er hier op je pas hebt. Ja, nee, dat zal ik wel doen. Maar wat verwacht je ervan? Ik denk dat het leuk komt. Wat... Leuk feestje ja. Hier? Ja, echt bij. Ja. De kladder gaat dus, ja zeker. Giet me worden in Atem. Nou, dat loopt me dan, hè. We hebben nog Wien, hè. Ja, maar ik hoop niet zoveel water. Ja, nee, maar dat bier, dat komt vast wel goed. Oh. En ik ben lopend, dus... Nee, dan mij. Hij loopt met mijn bier in hem. Dat heb je afgesproken, het lichaam vervoer waar je bent. Ik ben vroeg van u zo gewoon, dus... Nou, kijk dan. Gert, zullen we zijn binnen gewoon kijken? Kom maar eens even met, want... toch maar eens weten wat er binnen. Carnavalsvrienden, van harte welkom op alweer onze tweede receptie van de Kladdergatters. En voor velen van jullie aan de andere kant van de Yssel. Allemaal fijn dat jullie in grote getalen deze kant opgekomen zijn. Wij zijn ondertussen nog druk bezig met het binnenhalen van alle hoogheden en alles. Maar we hadden eigenlijk rekening gehouden met de iets kleinere garde van de Eileuvers. En vandaar dat we jullie een klein beetje vroeg gepland hebben. Dus ik wil jullie allemaal even naar voren vragen, want wil ik even aankondigen. De dansmariekes van de Eileuvers. Succes! Kan ik hem in pluffen of niet? Ja, pluff maar in. Ren die bug eens. Begin ik met u hoor, hè? We vinden het hartstikke mooi dat je op de zin. Oh. Ja, beeld loopt nou. Oké. We vinden het hartstikke mooi dat je op deze avond alleen gemogen hebt. We hopen dat het een fijne avond wordt. Hopen? Het wordt een fijne avond. Dat weten we toch zeker, John? Ja, Sorry. Ik ben nog stage lopen. Je bent nog een hoppje in. Heb je nog een keer het woord? Hadden we knoppen, maar we dachten dat jullie bang waren dat jullie met 6 mannen waren. Ja. Jullie zijn leuk, smijtjes. Ik ben de rest een job om. Ik ben de enige die wordt een deur heen. Fijne avond. Was je stop. Ja, en wij gaan hier aanwezig zijn. Echt fantastisch. Hartstikke mooi. Ook bedankt. Hartstikke mooi dat je bent. Gewoon. Dankjewel. Met de vrouw van de voorzitter. Ja, dat heb ik helemaal. Ja, de voorzitter had geen tijd. Marco niet. Hij zat zo druk, die man. Hij denkt van, ik laat het mooi over. Maar stel je eerst even zelf voor. Ik ben Akkeme. Ik ben de vrouw van Marco. En ik zit in de raad van 11 van Kladdergatters. En ex-adjudant van Prins Hans Haspel.
Dat is ook belangrijk, ja, hè? Toch? En uitbaatster van? Eetcafé De Kruising in Attem. Nou, dat mag even residentie, hè? Dat mag wel even vermeld worden. Ja, toch? Zo'n feesttafel, jullie hebben dat nou voor de tweede keer. Hebben jullie ook vegan? Nee, doen we niet aan. Nou, dat kunnen we niet. Ze hebben wel lekkere spergrips. Die moeten nog een keer komen. Maar we hebben nog, nee, we knippen niks eruit. We gaan voor de tweede keer hebben jullie nog dat hier in het zaaltje. Ja. Maar is het hebben jullie ook zo? Die Vella? Light hebben we, zeker. Nou, dat is dan beter. Hebben jullie nou zoiets van, we gaan wat groters zoeken? We moeten iets groters. Jullie het moeten kan iets niet meer. Groters. Ja. Dat kan gewoon niet meer, nee. Hè? Nee. Want, ja, jullie zijn maar geliefd alom. Het is moeilijk hier in Attem. Ja, het is moeilijk. Het is echt moeilijk, ja. Ja. Weet je wat hier het voordeel aan is? Het is gewoon, alles wat hier omgezet wordt, gaat naar de vereniging. Naar jullie zelf? Ja. Nou, dat is natuurlijk. Dus dat is gewoon een groot voordeel. Dat is dan gaan voordeel. We naar een andere zaal, ja, dan ga je. Ja. Maar jullie, heb je al een idee wat er binnen zit? Hoeveel mensen? Ja, het moet toch wel zullen 200, 250 man zijn. Nou, als hij meer is. Moet je even kijken. Dat is toch mooi? Ja, super. Een receptie en, ja, en een feestavondje. Voor van, de tweede keer. Ik bedoel, voor de tweede keer. Ja. Hè? Ja. Dat is toch, ja, grandioos? Geweldig, absoluut. Zijn alle verenigingen present? Ja. Ja. En hebben jullie ook nog zoiets van, wij nodigen een vereniging verder uit als Zwolle? Hebben we gedaan. We hebben wel een paar geprobeerd. Maar goed, we waren wel vrij laat. En het is moeilijk, iedereen is al zijn agenda ingevuld. Dus we willen volgend jaar er wel iets eerder mee beginnen. Dus ook voor een buitenaf graag erbij. Ja, ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Dus het is het tweede jaar. Ja. Groeien jullie in de club? Merken jullie dat aan het aantal leden? Ja, ja. Jullie begonnen met hoeveel? Ja, we begonnen vorig jaar al vrij veel, maar het waren meer sponsoren. Dus iedereen zei van, oh, nou, ik word wel lid en ik doe mijn bijdrage. Maar niet echt die iets wilden doen. Maar dit jaar groeit het steeds meer. En we zien vanavond ook wel hier dat er echt wel steeds meer leden ook aanwezig zijn. Ja. Dus en hoeveel heb je ongeveer nu? Ja, we zitten nu toch wel aan de 100, denk ik. Aan de 100 leden? Ja. Oh. Ja, het is leden, hè? Het is leden, sponsoren. Leden, sponsoren. Ja. En hebben jullie nou ook volledige mensen in het pak? We hebben nu, denk ik, 6 of 7 man in pak. Ja. Nou, dus dat gaat ook wel aan. Ja. We hebben een nieuwe geluidsman erbij. Ja. En ik vraag meestal altijd aan Batse, van Batse, heb je nou een intelligente vraag? Batse. Dus Batse, die heeft dat nooit. Eddie, kom eens in B. Heb jij nou nog een intelligente vraag? Eddie in beeld. Eddie in beeld, is iets doorlopen. Oh nee, dat was het. Deze keer niet. Nee, normaal heb ik wel een intelligente vraag, maar deze keer niet. Ja, maar het is een dame, dan mag je ook een vraag aan stellen. Ja, kijk, nee, Marco, en hij is zo'n mond van, dan zou ik hem doen. Het is anders, ja. Hè? Ja, dit is Marco anders, niet, hè? Dus, nee, ja, helaas, ik moet hem hier terugtrekken. Kan er niks aan doen. Mooi vanaf. Ja, dat komt er zeer mooi vanaf, hè? Ja, ja, je hebt geluk aan deze keer. Ik heb hier genoeg. Als vraag alsof ik een mooie vraag heb. Oh jee. Nee. Oh. Gert, heb jij nog een mooie vraag voor AKB? Nee. Nou, dan kom je er helemaal aan. Nou, ik kom er wel even vanaf. Bedankt. Hey, ik hoop in ieder geval dat het vanavond nog oergezellig blijft. Ook zeker. En vorig jaar was het ook tot in de puntjes en tot op de late uurtjes was het goed. Dus dat zal dit jaar ook wel weer. Nou, hey, ik bedank jou. En bedankt. Ik zal Marco in de tussentijd nog alleen zeggen dat het interview al voorbij is. Je niet meer te komen. Uit. Ik heb hem niet meer nodig. Nee, klaar. Hij heeft zijn kans gehad. Nog een hele fijne avond verder. En, dankjewel. Jullie ook. Gaat helemaal goed komen. Gert, we sluiten hem af. We gaan ons in het feestgedruis gooien. Kom maar. Nou, we gaan er niet verder op. We gaan er niet verder op in. Was Eddie zenuwachtig? Hij was echt zenuwachtig, hoorde ik net, hè? Een zeer betrouwbare bron. Een hond, wie zo, hè? Maar het alleen, ik kreeg een lampje op de kop. Kom hier verder, man, die kriet. Nee, jongen, ik werd helder licht van de Sasquatch TV. Je hoeft het zelf toch niet te dragen.
Zullen we het mooie lampje branden met je beeld. Oké. Okay. Hey, Eddy, nou. Je hebt een mooie feest al omdat. Gigantisch. Gezellig ons. Zeker. Donders mooi. Mooie kant ons niet. Nee. En dat, je hebt deur, hè? Ja, ja, ja. 100 leden, hè? Meer dan 100 leden. Ja, ik vind het gigantisch knap. In 2 jaar tijd. Ja. En er bent de vereniging in Zwolle die er nog niet helemaal lang komt. Nee, die komt me zeker niet. Met nog helemaal trekken. Ik kom wel zeer aan. Dus er kunnen ook gewoon, als straks die mensen in Zwolle komen, hè? En zien ze allemaal naar bed. Dan bent de zaal te klein. Echt, hè? Ik denk, maar, dat, ik denk dat iedereen er straks de beenbel kan af van doen. Urim? Willem? Hij is er. Willem is er weer. Hij is er onze weer. Stadsprins. hij heeft zien Luda weer kleuren. Maar joh. Ja, ik geloof het ook. Gewoon met van weer met luisteren nog. Ik ook. Mensen, wie gaan een fijne handen wens nog. En je ziet de filmpjes weer. Ik heb begrepen van Gert, vanavond giet er met aan de gang. Dus, we gaan allemaal weer kijken. Anders vannacht hij hier vandaan komt. Ik ga met Geluidsman? Ja. Eddy? Hans? Kom maar. Maak er een feest van. Dat dacht ik. Yep.